niet op zijn voet staan. Zelf ook niet uit die dood. Nee. Tot de blad zouden we nou doorgaan. Laten we hem hier een beetje laten zakken. Ik ga zo meteen een beetje af, krijg je beloning. Ja. En dan is het meer over de beloning dan als knijpen. Ja. En dan laat hem opzetten of wat doen. Maar als ik hem zo laat zitten, dan kom ik over een uurtje terug. Dan ligt er gewoon helemaal een roze naakt konijn. Eigenlijk nog, als ze moeilijk in massa hebben, dat ze hem open trekt. Maar meestal plukt ze hem echt helemaal. Als ze klaar is met plukken, dan gooit ze hem om. En dan gaat ze op de andere kant verder. En dan ligt hij helemaal vol met de wol. Ja, dat is een lekker stukje in elkaar. Dat is mooi, hè? Een mooie vlucht. Ja, dat is goed. Ja. Mooi, hè? Heb je gezien? Ja. Hij was mooi, Sam. Ik zeg altijd, als zo'n pluk is, of aanzet, dan kan je er gewoon een gewassen grindtegel op leggen. Weet wat? Ja. Ja, weet ook dat het gewoon heel hoog is, in het gewicht. Kijk, kom maar. Kom maar, Jos. Op naar nummer 2. Wat voel je hem nou? Duizendbos. Oké. Okay. Ja. Hij is braaf, hè? Ja. Wij noemen dat safe. Dat is makkelijk. Ja, dit is heel makkelijk. Dit is makkelijk, hè? Makkelijk.